Hoi allemaal, dit is de Triple Link armband, een prachtig ontwerp van Justin's Toys. Ik heb al een uitlegvideo op YouTube staan voor wat betreft het maken van deze armband op de loom. Het is mijn best bekeken video van het moment. Hij is meer dan 2 miljoen keer bekeken. Ik durf het bijna niet uit te spreken. En helaas lees ik vaak in reacties dat mensen deze mooie armband niet kunnen maken omdat ze geen verstelbare loom hebben. Daar heb ik wat op gevonden. In deze video ga ik namelijk deze armband maken op twee vorken. Het idee is niet van mezelf. Ik heb het van Olga Craft. Zij maakt heel veel video's van leuke loomdingen die je kan maken op twee vorken. Waaronder dus deze triple link. Ze noemt hem dan niet de triple link, maar de link armband. Ik heb het uitgeprobeerd, haar ontwerp. En dit was het resultaat. Dus dat vond ik niet zo heel mooi. Daarom heb ik haar ontwerp aangepast en gelukkig een manier gevonden om op dit resultaat te komen. Het aantal elastiekjes wat ik heb gebruikt, 28 zwart en dan een rijtje van 3 gebruik ik iedere keer. En ik heb zeg maar 9 rijtjes roze en dan 8 rijtjes blauw en 8 rijtjes groen. Maar je moet uiteraard tussendoor even passen, want iedere pols is weer verschillend. Genoeg gepraat voor nu, veel succes! Zoals gezegd, je hebt 2 vorken nodig. Die heb ik met de rug tegen elkaar aangeplakt met 2 plakbandjes. Een plakbandje hier en ook een plakbandje hier. Het eerste elastiekje wat ik ga plaatsen, dit wordt mijn basiskleurtje, die zwarte rand die je hier in het midden ziet. Dat elastiekje doe ik eerst over 4 tanden heen. 1 zijde van de 2 vorken, of 1 vork, laat ik het zo zeggen. Dan draai ik hem een slag in het midden en plaats ik vervolgens de andere kant aan de overkant ook op 4 tanden van de vork. Ik leg het onhandig uit, maar ik hoop dat je het zo kan zien. Vervolgens pak ik mijn eerste rijtje van 3. En die zet ik aan 1 zijde erop. En we gebruiken telkens dezelfde zijde voor dit rijtje van 3. En dat blauwe elastiekje, de basiskleur, die gaat wel over alle 8 tanden heen. De eerste 3 elastiekjes zitten erop. En dan pak ik weer mijn basiskleurtje. En nu gaat hij in zijn geheel, dit elastiekje, over de 2 vorken heen, over alle 8 tanden. En dan ga je het onderste elastiekje, deze dus, over de 4 tanden heen halen, naar het midden en loslaten. Dat doen we ook aan de andere kant, maar dan wil je deze 3 elastiekjes uit de weg hebben. En dan pak je pas dit elastiekje, het onderste elastiekje, en haak je naar het midden. Pak ik mijn volgende 3, wit, en die zet ik er zo bovenop. En als die 3 erop zitten, pak ik weer mijn basiskleurtje en die gaat gewoon in zijn geheel dat elastiekje over de 2 vorken heen, over alle 8 tanden. Dus geen draai meer in het midden. En dan kan dit onderste elastiekje hier aan deze kant, dat kan je ook zo met je vingers oppakken, over de 4 tanden heen naar het midden en loslaten. Datzelfde willen we doen aan de andere kant, alleen moet ik wel eerst deze witte elastiekjes naar achteren duwen, of naar beneden, maar in ieder geval mag het niet over de witte elastiekjes gepakt worden, dat blauwe elastiekje. Dus ik pak even die witte elastiekjes op, ik hou ze tegen hier, en dan pak ik dit blauwe elastiekje en ik haak hem naar het midden. Pak ik mijn derde kleurtje,
heb gekozen voor roze. Die zet ik er bovenop. Dus je begint steeds een nieuwe ronde met een kleurtje. En je sluit af met een basiskleur. Pak het onderste elastiekje op. Die gaat er overheen naar het midden. Loslaten. En hier wil ik ook het onderste elastiekje. Alleen roze zit in de weg. En die moet eventjes aan de kant. Zo. En dan kan ik dit blauwe elastiekje ook oppakken. En over de vier tanden heen halen. En loslaten. Maar ik heb nu mijn drie kleuren onder elkaar. Of laat ik het zo zeggen. Ik heb drie rijtjes van drie onder elkaar. En dan haak je ook het onderste rijtje van drie. Nadat ik het basiskleurtje heb gehaakt. Ook het onderste rijtje van drie naar het midden. De nieuwe ronde. Je begint met een kleurtje. Het gemakkelijke van drie kleurtjes is dat ik weet dat ik het kleurtje moet pakken die ik net heb gehaakt. Dat is dus turquoise. Dus ik pak drie turquoise elastiekjes, die zet ik er bovenop. En als mijn rijtje van drie erop zit, doe ik een basiskleurtje, een enkel elastiekje, over de acht tanden heen van de vork. Andere kant, deze kant pak ik op met mijn vingers. Dat gaat gemakkelijk. Daar heb ik geen haaknaald voor nodig. Maar hier heb ik hem wel nodig. Ik wil namelijk dit onderste elastiekje hebben, maar turquoise zit in de weg. Dus deze moet even aan de kant. Pak hem op. Ik doe hem even zo naar beneden. Als hij mee wil werken, die drie elastiekjes. En dan pak ik dit elastiekje op en haak ik hem over de vier tanden van de vork heen, naar het midden en laat ik deze weer los. En dan haak ik ook deze onderste drie witte elastiekjes naar het midden. Volgende kleurtje kan erop. Ik heb net wit gehaakt, dus wit gaat er bovenop. En op het moment dat mijn rijtje van drie erop zit, mag mijn basiskleurtje erop. En die gaat over alle acht tanden heen. Deze kant pak ik op met mijn vingers. Dat vind ik net zo makkelijk dan de haaknaald te pakken. Ik laat hem los, maar hier heb ik de haaknaald wel nodig, want ik wil namelijk dit onderste blauwe elastiekje hebben. En dan moet wit eventjes aan de kant. En tot nu toe, ik blijf moeite hebben met dat zeggen. Tot nu toe heb ik dat op deze manier gedaan. Zodat je kan zien dat wit eventjes opzij moet. En dan haak je dit elastiekje. Op een gegeven moment kan je hem gewoon zo tussendoor pakken als je eenmaal het principe weet. En als dat gedaan is, dan mag ook deze rand van drie elastiekjes worden gehaakt. Over de rest heen, naar het midden. En je laat hem los. Ik heb roze net gehaakt, dus roze gaat er bovenop. En dat bedoel ik. Ik zet hem nu bijna verkeerd, omdat ik dus één tand oversla. Dus daar moet je even op letten, dat je ook echt de elastiekjes goed plaatst. Want die tanden van die vork zitten zo dicht bij elkaar. Je kan je gemakkelijk vergissen. Mijn drie elastiekjes zitten erop. Ik pak een enkel blauw elastiekje. En die gaat in zijn geheel over de acht tanden van de vork heen. Vervolgens haak ik hier de onderste, haal ik naar boven en laat ik los. En hier ga ik in die drie roze elastiekjes. En ik pak dat blauwe elastiekje zo naar boven en ik haak hem naar het midden. Dus precies hetzelfde wat we net hebben gedaan, alleen een iets gemakkelijker manier. Ik hou hem niet meer vast, ik duw hem niet meer naar beneden, maar ik pak hem gewoon met mijn haaknaald zo tussendoor.
En dan moet ik niet vergeten om ook deze onderste drie elastiekjes naar het midden te haken. Ik heb turquoise gehaakt, dus turquoise mag er bovenop. En op het moment dat ik dat heb gedaan, gaat er een basiskleurtje bovenop. In zijn geheel over de 8 tanden heen. En ik haak hier, ik pak met mijn vingers het onderste elastiekje. En die haal ik naar boven en die laat ik los. En vervolgens duw ik met mijn haaknaald even die 3 turquoise aan de kant. Zodat ik dit elastiekje kan pakken en naar het midden kan haken. En loslaten. En dan pak ik deze 3 witte op. En die haal ik ook over de 4 tanden van de vork heen en laat ik los. Wit heb ik naar het midden gehaald, dus wit mag er bovenop. Daarna weer een enkel elastiekje donkerblauw, in zijn geheel over de 8 tanden heen. Deze pak ik op en kan meteen laten zien dat ik dit dus niet goed heb gedaan. Dus dit moet even vanaf, zodat ik deze goed kan plaatsen. En dan gaat deze er weer bovenop. Zo, we zijn er weer. Dit elastiekje heb ik er bovenop geplaatst en nu kan ik de onderste over de 4 tanden heen halen. En loslaten. En vervolgens moet ik hier datzelfde doen. Maar dan moet eerst eventjes die witte aan de kant. Met z'n drieën. En dan pak ik dat blauwe elastiekje op en die haak ik naar het midden. En vervolgens moeten deze onderste 3 roze ook over de 4 tanden heen naar het midden. En hier begint de armband zich te vormen. Ik heb roze net gehaakt, dus roze gaat er bovenop. Vervolgens een enkel elastiekje blauw in zijn geheel over alle 8 tanden heen. En het onderste elastiekje mag hier naar het midden. Aan de andere kant ook. Maar dan moet de roze even aan de kant. En vervolgens haak ik ook turquoise over de 4 tanden naar het midden. Een rijtje van 3 turquoise. Een donkerblauw elastiekje over alle 8 tanden heen. Deze kant gaat naar het midden. Het onderste blauwe donkerblauw elastiekje gaat ook naar het midden, maar dan wel even turquoise aan de kant. En tenslotte deze 3 witte. Drie witte elastiekjes er bovenop. Donkerblauw er overheen. Alle 8 tanden. Onderste elastiekje naar het midden. En ook hier het onderste donkerblauwe elastiekje naar het midden. Maar wel eerst wit aan de kant. En dan mag ook 3 keer roze over de 4 tanden naar het midden.
drie keer roze erbovenop. Donkerblauw in zijn geheel over twee vorken heen. Dit elastiekje naar het midden. Hier ook het onderste elastiekje naar het midden, maar wel eerst roze aan de kant. En als dat is gebeurd, mogen ook deze drie onderste elastiekjes naar het midden. Turquoise gaat er bovenop. En dit is de laatste die ik jullie laat zien. Ik weet zeker dat je het nu kan. Dit blijft namelijk op deze manier herhaald worden. Ik heb turquoise bovenop gezet. Nu gaat een enkel blauw elastiekje in zijn geheel over de acht tanden heen. En als dat is gebeurd, mag je het onderste blauwe elastiekje naar het midden doen. Vervolgens ook aan deze kant, alleen zit eerst turquoise nog in de weg. Dus die moet even aan de kant, zodat je het onderste blauwe elastiekje kan pakken en naar het midden kan doen. En als dat is gebeurd, gaan ook deze onderste drie witte elastiekjes naar het midden. En dit blijf je doen totdat je armband lang genoeg is. En dan laat ik je zien hoe we de armband gaan afronden.
Mijn armband is lang genoeg. Ik heb net turquoise gehaakt en als ik verder zou gaan, dan zou ik nu weer 3 turquoise elastiekjes hier bovenop zetten. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga wel een donkerblauw elastiekje weer plaatsen over de 8 tanden van de vork heen. Vervolgens til ik hier de onderste op en ik doe hem naar het midden. En hier doe ik datzelfde. En deze keer zijn er geen 3 kleurtjes die in de weg zitten, of 3 elastiekjes. En ik heb het hier weer gedaan. Ik weet niet of jij dit ook hebt gehad. Maar dan zitten ze net niet goed over die 4 tanden heen. Gelukkig kom je daar wel meteen achter, dus dan kan je het corrigeren. Ik wel althans. Nu til ik dus dat onderste elastiekje op en til hem naar het midden. En dan pak ik ook de onderste witte, 3 witte elastiekjes op. Over de 4 tanden heen naar het midden. Heb ik alleen nog 3 roze elastiekjes erop zitten en 1 blauwe. Dan gaat er weer een blauw elastiekje overheen. In zijn geheel. Over de 8 tanden. En ik ga weer het onderste blauwe elastiekje over de 4 tanden heen naar het midden haken. En ook hier aan de andere kant. En op het moment dat dat gedaan is, mogen ook deze laatste 3 roze elastiekjes over de 4 tanden heen naar het midden. Nu heb ik alleen nog een enkel blauw elastiekje op mijn vork zitten. En die haal ik er vanaf meteen met een clip, een S-clip in dit geval. Eerst de ene kant. Ik heb hem niet goed vast, zo heb ik hem beter vast. En dan ook de andere kant. En dan zoek ik de andere kant van de armband op en pak ik deze 2 elastiekjes en die zet ik erbij. Dan loop ik hem nog even na. En dan is mijn triple link armband klaar. Ik hoop dat het bij jou is gelukt. Dat ik iets heb kunnen doen voor de mensen die geen verstelbare loom hebben. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!